Knappe prestaties vragen om een mooie boodschap. Namens alle bouwbedrijven in Nederland feliciteert Maxime Verhagen, voorzitter Bouwen Nederland, de winnaars van de Bouwen Nederland Innovatieprijs. Van harte gefeliciteerd met jullie eerste prijs. Jullie maakten steengoede plannen voor de renovatie van twee bruggen, waarin jullie keken naar duurzaamheid, naar design, maar ook naar haalbaarheid. En dat heeft een prachtig resultaat opgeleverd. We vroegen jullie niet voor niets om een ontwerp te maken voor het circulair en esthetisch renoveren van een infrastructureel kunstwerk. In Nederland zijn ruim 40.000 bruggen, viaducten en sluizen. En wanneer we ook alle kleine kunstwerken meetellen, zijn dat er misschien wel 100.000. En veel daarvan moeten in de komende jaren opgeknapt of vervangen worden. En mensen zoals jullie zijn dan ook hard nodig om ons land nog mooier en duurzamer te maken. En ik hoop dat jullie de creatieve, vernieuwende manier van denken en doen die jullie hebben gebruikt in deze wedstrijd blijven vasthouden. En uiteraard hoop ik jullie over een aantal jaren met plezier terug te zien in onze sector. Bedankt voor de mooie woorden, meneer Verhagen. En het is inderdaad te hopen dat deze winnaars later in de mooie bouwsector terug te vinden zijn. Wil je nog eens bekijken wat deze winnaars bedacht en gemaakt hebben? Check het op sciencemakers.nl.